Hermanos y hermanas van Team Yannico, supergoed dat jullie er weer zijn. En zoals jullie kunnen zien is Nessim hier. Gang. Nessim, kan jij net kort uitleggen waarom jij hier vandaag bent? Of eigenlijk waarom ik hier vandaag ben? Ik ben hier omdat ik jouw geluksgeit ben. Wat is er gebeurd dan? Ik breng jouw geluk. Maar waarom? En ik ben Turks. En ik ben een geit. Nee, serieus. Volgens mij was het gisteren of eergisteren hebben we dus een livestream gedaan op YouTube. En Nessim was daarbij. Klopt. We waren mid iconpacks aan het openen. En eigenlijk stel je dan altijd de vraag van, hey, welke speler denken jullie aan de chat die we gaan packen? Er kwam heel veel langs. Ik zag Cruijff, Eusebio, Raul, Blank, noem maar op. Koeman. Maar er was één persoon. Er was één persoon in de hele chat die zei... Die zei Figo. Luis Figo. Dat was ik. Portugees, nee. Eusebio. Oh, Nessim zei Figo. Dat meen je niet. Nessim zei letterlijk Figo. Nee. Broer. Nee! Hoe kan dat, ouwe? Ik ben... Bro, Holle, ik ben gewoon blij. Nee, maar hoe kan dat? Ik zei het. Dit is echt veel te lijp, ouwe. Dit is gewoon eng. Ongelooflijk. Heel bizar. Even later hebben we ook nog een andere pack gedaan. Dat was Blank. Dus we hebben twee mid-icon packs gedaan. En dus Vigo en Blank. In ieder geval, als ik terugkijk op die twee mid-icon SBC's. Bij elkaar zijn die spelers 1,2 miljoen waard. Oeh. En de investering was ook bij elkaar 1,2 miljoen. Dus we hebben een beetje gelijk gespeeld. Kiet. Dus dacht ik... misschien moet ik hierheen komen en moet Nessim gewoon even iets hoger inzetten op zijn voorspelling. Ja, even langs je geluksgeit. Ja, huh? En hebben we nog een midden Turkse geluksgeit. Kijk, zeg maar die octopus van de WK en zo, die altijd dingen ging voorspellen. Ja, hoe heet hij ook weer? Ik ben die geit van Turkije, bro. Ja? Mensen komen mij aaien om te weten. Ze komen bij me sick om ze zo aaien om te weten wat iets gaat worden. Dan heb ik één vraag. Ja. Wie gaan wij packen als een mid-eigen pack? Ik heb er twee. Twee opties? Ja. Ik zeg... Is dat niet een beetje gevaarlijk zo van, dan jinx het misschien een beetje. Weet je wat ik er één zeg? Ik zeg Zidane. En wie was die andere? Ronaldinho. Oké, nou op zich kan ik met alle twee wel... Ja toch? Kan ik wel op weg. Als je zit te kijken, gooi sowieso dat duimpje omhoog. En ik wil vragen aan jullie. Het zou leuk zijn als jullie ook je voorspelling droppen op dit moment. Nu. Niet nu. De video gaan kijken en dan terug en dan commenten. We weten hoe jullie zijn. Dat zijn jongens als Nessim, weet je. Dat, ja. Die zitten thuis en die doen dat soort dingen. Maar gewoon eerlijk zijn, ook naar jezelf. Dus nogmaals, gooi dat duimpje omhoog. En ik ga Nessim de packs geven die er staan. Je hebt gezegd Zidane, je hebt gezegd Ronaldinho. Ik ben daar echt klaar voor. Maar stel je voor, Cruijff gaan... of zo. Ja, dan zien we dus die Nederlandse vlag. Want je weet hoe het zit toch? Je ziet eerst ja, de vlag. Ja, toch. Oh, spannend. Doe maar gewoon. Ja, mag ik? Ja, doe maar gewoon. Zodat iedereen ready? Zodat je ready bent. Zijn jullie thuis ook ready? Ik heb snel op like voordat je het ja, toch? Hoeveel likes? 1250. Klaar voor? Ja, het is iets ziek. Daar gaan we. Het is iets ziek. Kom op. Bro, die vlag zegt alles al. Die vlag zegt alles net. Die vlag zegt alles. Let's go. Goeie vlag, kom op. Kom op. Goeie vlag. Wat is dit? Goeie vlag. Italiaans. Nee! Okay, dat is niet goed. Wie is dit is Saldini of Zambrotta of zo. Maldini. Oh. Zambrotta. Is dit niet, dat is niet goed, hè? Nou ja, ik zeg je heel eerlijk. Als in zeg maar... Ik zeg je heel eerlijk, deze kunnen we wel gebruiken. Ja? Ja, het is niet een... Het is niet wat je had gehoopt. Het is niet een way. Het is geen W. Is het zeg maar... Heb je verlies gedraaid? Dat denk ik dus wel. Ik denk dat zijn normale... Maar nogmaals, ik ga wel in het team zetten. Kan je zien wat zijn waarde is? Ja, sowieso. Zijn normale kaart dan. Maar kijk, wat sowieso... Het is sowieso niet wie we wilden. Laten we gewoon dat voorop stellen. Maar je kent hem wel. Ik zeg eerlijk, ik heb die Mandy staan. Man, die... Ik denk dat deze wel harder is, hoor. Bro, je hebt Del Piero daar. Nee, dat is Leen speler. Oh, ik dacht al, man. Die Del Piero. Oké, goed. Hermanos y Hermanas van Team Yannico. Nogmaals, laat hieronder eens weten of we Mandy of Zambrotta moeten gaan gebruiken. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Nessim, thanks. Was gezellig, man, bro. Masfatu. Love, man, G. Let's go. Later. Doei.